Er is geen andere verstappen. Onthoud het, die bestaat niet. Echt niet. Het is heel simpel, heeft hij in de lagere klasses ook niet laten zien. Hij is goed, zeer goed, maar is hij speciaal? Nee, verstappen is wel speciaal. Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen, Tom Coronel. Welkom vanuit. Waar zit je ergens? Ja, ik zit in Saalbach hinterglem Ik sta uh, ja, bijna op, uh, op de latten. Ik uh, wilde eigenlijk skiën vanochtend. Toen was denk ik denk oh ja, damn, alarm. Ging af. De podcast. Ja. Kijk, nou, je hebt, je hebt het beter voor elkaar. Wel een beetje weinig sneeuw zie ik, Tom. Maar dat... Uh... Ja, daarachter, dit is Graskieën. De piste, die is wel wit, zoals je ziet. En uh, boven is het gewoon helemaal wit, hoor. Dus het is gewoon helemaal, uh, helemaal oké. Okay. Wordt iedere dag wel lekker opgespoten. Nou, Tom, goed dat yes. je er bent, want we hebben een drukke uh, uitzending. Oh. En we gaan vooruitblikken op de wintertest. Nou, dat doen we, e doen we nog eenmaal zonder Joris. Uh, de mensen van de fanclub. Hij komt echt terug. Nee, hij blijft niet in Thailand wonen. Hij zit ongeveer nou in het vliegtuig volgens mij. Uh, is er met de wintertest ook weer gewoon bij. Dus nu ook gewoon onze paddockpraat weer. Samen met Aaron Dekkers vanaf het squee in Bahrein. Waar we drie dagen aanwezig zijn. Want we gaan echt beginnen. Het Smule 1 seizoen. Eindelijk. Gaat eindelijk beginnen. En... Dat begint natuurlijk met drie dagen testen. Maar voordat uh, er getest is, hebben we natuurlijk tien auto's gezien. Sommige verrassend, sommige yep. mooi en sommige oh, iets minder mooi. Tom, de lelijkste ja. auto van dit hele veld. Nee, de lelijkste is tegelijkertijd de mooiste. En dat, dat, ja, dat vind ik echt, dat is, <laughs> is de Sauber, uh, de, de, de steekauto. Ik, ik vind dat gifgroen. Weet je, dan denk ik altijd inderdaad aan twintig jaar geleden, of wat is het? het is misschien wel ja, dik twintig jaar geleden, dat die fluoriserende kleuren zo, uh, zo in waren. Weet je, fluorgeel, fluorgroen, fluororanje. En dit, dit, dit gifgroenachtige kleurtje, ik, ik vind het wel wat hebben. Ik vond de Sauber met die alfa kleur, ik vond hem eigenlijk net niks hebben, hij viel niet op. En nu is er wel zo eentje die er zo uitpikt. En ik vind dat altijd belangrijk, dat je een auto ziet rijden die gewoon zegt tak, 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 tak. Nou, het zou wel mooi zijn als ze dan dat fluoriserende, of ja, dat groen ook gewoon fluoriserend maken. Dat als je een avondrace hebt, ja. dat je dan zo kshum, door die straten ziet. Dat lijkt me dan wel gaaf. Dat je zo'n lichtflits ziet gaan. Je hebt van die verf, <laughs> ja, die daarom. absorbeert de kleur. En als het dan donker wordt, hè, en de lampen hebben er even op gestaan, dan houdt hij dat een tijdje vast. Dat zou wel heel gaaf zijn. Ja, dan... Ik heb het wel zo op een boot zien zitten. Ja, maar de trend is wel een beetje hè, het naakte. Hè, in dit geval ja. het naakte carbon. Van dat mensen wat anders denken. Het zit allemaal om gewichtssparing. En de auto's worden steeds. Ja, ja een beetje dat carbon-grijs-zwarte, zeg maar. Wat erin zit. Als het mooier wordt, wow, vind ik niet. Maar uh, ja. Weet je, voor, voor mij heb je een aantal van die, van die teams die elke keer een beetje hetzelfde doen. Tuurlijk. Red Bull is er ja. een van, Um, ...de Haas... ...ik het ook ieder jaar een beetje zo dat je denkt... ...de enige mooie ja. Haas was die met die rich energy erop... Hè? ...dat je een beetje die Lotus ja. Player ...met goud, ja. goud en zwart... Ja. ...duurde ook ongeveer drie Grand Prix weekenden... ...de Williams ken je ook van ...de Alpine ken je ook van ...Ferrari dit jaar... Nou, is heel het mooi. Een beetje, een, beetje ja. be be een beetje leuker uit zeg maar... ...McLaren... Ja, dat is ...toevallig een beetje... gisteravond hier in de, in de bar... Uh, ...in het hotel... ...een tijdje zitten praten... ...er was een meneer die, die had de Ferrari besteld... En die moesten hem gaan samenstellen. Dus die vertelde tegen mij dat hij naar Marinello vloog. En dan, weet je, dan krijg je daar met, met drie ja, noem je dat designers ga je dan helemaal de stiksel bepalen, je kleur bepalen. En toen zei ik, joh, kijk even naar deze. Kun je nog herinneren dat de Duitsers de Grand Prix van, uh, van, Mugello, van Ferrari in Mugello. Die hele mooie kleur rood had. En ja, als je nu ook dan naar de Ferrari kijkt, met die witte lijn en met die gele lijn. Ja, dan heb ik wel weer zoiets. Hè, hè. Dit is wel weer een beetje wat ik, wat ik van hun ook wil. Net weer eventjes ietsjes anders. En de race pakken, als je die helemaal omdraait. Aan de achterkant, die waren die ruggen, die waren helemaal ja, wit. Yes. Ja, ik, ik vind dat wel mooi. Nou, de ja. Namen mooi op. Maar die, die, die vind ik wel strak. Maar ik vind ook de Mercedes. Ja, ik vind, ja. Ja. Ja, ik vind het in alle opzichten een verfrissend design van de auto. True. Ze moest ook wel, maar ook gewoon de kleurstelling. Het was ook altijd of zwart of grijs. En nou zit er gewoon een beetje. Ja. Vind ik er prima, prima uitzien. Een mixer van alles, ja. Maar de, de mooiste, jij zegt de steek. Dat is voor jou gewoon ja, echt... Ja, weet je, die, die valt gewoon op. Ik, uh, vroeger was het altijd, weet je, dan keek je naar de helpjes van, uh, van die coureurs. Maar ja, die staken er veel meer uit. Hè. Tegenwoordig door, 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 door alle side protection die zo hier zit, zie je die helmen ja. bijna niet meer. En ik heb dat zelf, nou ja, ik was van het nog even op mijn kartbaan hier in Italië. In uh, Franciacorta. Uh, mijn zoon die, die moest daar racen. En dan, die, die heeft een oranje helm. En is het altijd tik-tik-tik. Oh, daar rijdt hij. Daar, daar. En dat is, vind ik, aan een auto. Ik vind het heel belangrijk. Dat je direct kan zien wat het is. Anders loop, loop je zo te zoeken. En dat, ja, dat gaat opvallen. maar ja. nou, voor mij de Ferrari en de Mercedes. Alleen, ik wil ze dan in het echt zien. Want die studiofoto's zijn allemaal leuk. En we hebben een paar uh, montageshotjes gehad. Als je daar in Bahrein bent of je ziet dan echte camera dingen en dan wil ik zien hoe we dan oogt want een auto die moet ook gewoon echt mooi ogen dat je gewoon ja. denkt ja klopt, nee, maar, klopt. Ja, en ik en ik vind gewoon het voorkantje van een Mercedes met die neus die heugel. Oh, die vind ik wel echt gewaagd en ja, ja klopt ik hoop ik hoop dat we daar iets uh, iets mee uh, mee gezegd hebben en de lelijkste want als we mooist hebben moet ook een lelijkste hebben ja ja ja, ja. ja ik vind die haars niks brengen het is een beetje zo'n Formule 2-auto, ja, vind ik dat. Ja, ja, vind ik ja. Maar ik weet je, ik, ik, ik hou van, van een beetje lef en een beetje verandering. En dat, dat zie ik daar gewoon niet terug. En natuurlijk, het is even disruptive, allemaal wat er gebeurt. Gunther Steiner die is er natuurlijk niet meer. Ja. Um, ja, een, dat heel, is, een heel dat... mooi exclusief interview trouwens op Racing News op dit moment. Over Gunter Steiner en het vertrek bij Haas. Dus voor ja. de mensen die gewoon na het luisteren van de podcasting even vijf minuten over hebben. Raceneuws.nl en ja, je ziet een heel mooi interviewtje staan. Nou, ik vind die, 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 die Alpine vind ik ook altijd zo van ja, weet je, uh, is het nou je echte kleur, of is het puur de sponsor kleur? Uh, eh, dan wordt je in drie races weer wat, uh, wat roziger, wat paarsiger. Ja. En dan weer wat blauwer. Daar ja. heb, heb ik niet zoveel mee. Maar goed, we gaan dus testen. En testen betekent dus ook gewoon drie dagen lang knallen. En ja. die, die, die drie dagen lang, dat begint gewoon woensdag, donderdag en vrijdag om acht uur s morgens. En dan gaan we door tot vijf uur. Nou, alles is te zien bij de vrienden van Viaplay. Uh, ja. Jij bent er even niet vanwege jouw vakantie. Maar Klopt, de rest ja. van, het hele, van het hele team is er natuurlijk wel. En als je dan kijkt naar een stukje line-up, dan pak ik hem ook gewoon even erbij voor de fans van Viaplay. Want ze beginnen iedere dag vijf minuutjes van tevoren... En dan is het yep. zeg maar van vijf voor acht tot net iets over 12. Dan is het even een uurtje lunchpauze. Maar we zien er bijvoorbeeld Gide van der Garde, Christian Albers... Eh, grote vriend van ons, Mike Hezemans, Kees van de Grindt... Ember die weer terug is. We hebben natuurlijk Nelson en Melroy die eh, het commentaar doen. Eh, Adart Kalf en Jeroen Blekenmode die ook een deel van het commentaar doen. Dus eigenlijk iedereen is er. Behalve de meneer die een beetje op een eh, gros groene liefstaande skiën is... Tom Coronel, <laughs> iedere, ja. iedere dag van acht tot, uh, tot iets over vijf uh, live te volgen op, uh, op Viaplay. Dus ja, dat wordt een, uh, ja, ik denk als, ja, een, als je een beetje op bent, is het toch gewoon genieten. dat je dit Vroeger moest je gewoon al zoeken naar foto's en verhaaltjes. En ik ben zo blij dat dus ze die testen gewoon live uitzenden. Dan ja, kun je het dus ook ja, een beetje is, uh, kijken. Een beetje zoals we het uh, gedaan hebben toen op Zandvoort, weet je wel. Dat je gewoon eigenlijk de hele dag helemaal meebeleeft. Um, en daar kan ook gewoon over gesproken worden. Ze dus zullen natuurlijk heen en weer gaan schakelen. Studio en natuurlijk weer naar het commentaar. Zou ook wel eens gewoon wat vulling moeten hebben. Hè? Dat er eventjes de baan helemaal leeg is. Ja, Dan kan je allemaal andere onderwerpen, kun je natuurlijk gewoon supergoed kan je die aankaarten. Dus ja, ik, ik heb inderdaad zoiets van: dit is helemaal de bom. Dat je gewoon op de achtergrond de televisie aanzet. En weet je, dat je het gewoon het hele verhaal een beetje kan, uh, kan meepakken. Ja, dat, uh, dat doen ze heel goed. Ja, maar dan hebben we het natuurlijk over testen. en... Heel vaak krijg je die vraag van... Ja, hoe werkt het testen nou eigenlijk? He, want ja, gaat het nou om die snelste tijd... of gaat het er niet om? Of he, wat kun je nou een beetje zien? En ik ben altijd heel simpel. Ik zeg van eigenlijk zeggen die testen... al voor nou, 90% hoe het seizoen eruit gaat zien. En dat is dan niet he, dat snelste tijdje... wat bovenaan staat. Maar wel als ze gewoon die runs maken. En je ziet die auto... Als je die long runs maken. Als jij, ja. Kijk, ze kunnen heel goed inschatten... En die teams houden elkaar allemaal in de gaten. En je zal zien dat iedere keer dat zet één weer een benchmark. Zet de volgende weer de benchmark. En de volgende weer een benchmark. Uh, dus ze houden elkaar wel heel goed in de gaten hoor. Uiteindelijk weten zij nagenoeg precies wat iedereen zou kunnen rijden. Ze zien ook hoeveel vermogen er gebruikt wordt. Door de acceleratiecurve natuurlijk goed te kunnen inschatten. Dat aan de topsnelheden kun je bepaalde dingen natuurlijk... Uh, Kun je heel makkelijk terugberekenen. Dus ja, ik, ik vind het alleen altijd belangrijk als coureur zijnde... dat je out of the box, hè, dat je naar buiten rijdt en dat dat ding direct lekker voelt. Weet je, een maatpak, een, een goede helm, die moet gewoon precies passen. En niet dat je daarna nog eventjes een beetje moet kloppen en doen. En dan heb ik het niet over de helm, maar ik bedoel ermee dat de auto direct met jou in gesprek gaat. En dat je gevoel krijgt met die auto, waardoor je net die laatste drie, vier tiende eruit kan persen. Dat die niet gemeen is, dat die niet in één keer onder je vandaan schiet, snappy is of. Dat zijn allemaal dingen die kan je heel snel terugvinden tijdens zo'n test. Ja, en dat zie je dus ook gewoon. En ook heel mooi op tv, natuurlijk. Als je een auto ziet en je ziet een keer aanzetten, wat doet hij? Rijdt je op rails, spreekt die achterkant uit. Een paar jaar geleden heb je natuurlijk in de Testa gezien dat die Mercedes. De afgelopen twee jaren, dat was gewoon bijna onbestuurbaar. Bijna onbestuurbaar. Iedere snelle ronde dat je dan helemaal een Russel zag. En dat jaar 1 jaar was het echt met dat purple zink. Weet je dat? Ja, en dat is nou wel verholpen. Maar ze hebben wel een heel nieuw concept. Dus hoe gaat dat nieuwe concept uitpakken? Hetzelfde ook voor Red Bull. Het is best spannend toch? Als je iets compleet nieuws probeert. wat je gewoon de afgelopen jaren niet hebt gedaan. Maar uiteindelijk ja. draait, draait testen Tom om rondjes, rondjes, rondjes. Geen problemen tegenkomen. En die snelle tijden die komen er altijd wel een beetje aan het einde. Soms breken ze het runnetje wel een keer af. Maar nou, ze willen allemaal één of twee race-simulaties rijden. En dat zijn eigenlijk de momenten waarop je moet kijken. Want dan rijdt iedereen hè, met 100-plus kilo brandstof aan boord. maken ze allemaal twee pitstopjes. En dan kun je eigenlijk alles zien. Hè, wat is nou hè, de, de rondetijd? Wat is het verval in banden? Is die Red Bull nog steeds zo goed? Zie die vragen weer plop, plop? En naar beneden, hè, de, de rondetijden schieten omhoog, zeg maar. Jij, jij hebt ooit de Formule 1-test gedaan. Dan moeten we moeten wel even terug in de Twee dagen, vanaf. Barcelona, 99. Dat is wel heel lang geleden hoor. Voor mij was het niet. Uh, kijk, tegenwoordig heb je maar drie dagen om het seizoen te beginnen. Vroeger was dat heel anders. Er was gewoon een race-team, pakte een trailer, die huurde een squee af. en die ging gewoon zoveel rijden als dat ze konden. Um, dus daar zit wel wat verschil in. En dan kon je gewoon onderdelen testen. Je kon aerodynamica testen. Ja, ga zo eigenlijk maar door. Nou, de duurdere teams, of de, de teams met de meeste geld. Ja, die konden gewoon meer kilometers maken dan de rest. En dat hebben ze nu door dat reglement, hebben ze dat veranderd. Dat iedereen, die krijgt maar drie dagen. Maar als jij tijdens die drie dagen een probleem hebt, ja, dan heb je dus een serieus probleem. Ja, uh, gaat de versnellingsbak stuk. Ja, je, je verliest zomaar twee, drie uur. En, en, en je hebt maar zo weinig rijtijd. En je wil natuurlijk ook die rijtijd in de optimale condities wil je checken. Niet, niet wanneer het sneek heet is uh, de baan op. Want dat heb je natuurlijk ook nog eens een keer in Bahrein. Nee, de condities tussen ochtends en avonds. is het compleet anders. Uh, met, uh, met tussen, tussen. tussen de middag. En ja, dan kan je het al niet meer vergelijken met elkaar. De temperaturen kan je niet vergelijken. de rondetijden. griplevel kan je niet vergelijken. Ja, dus het is best wel spannend. Mijn ja. idee is. als je nu die drie dagen hebt. zoveel mogelijk kilometers maken. Dat is. Eigenlijk geen problemen. Dat is momenteel echt key. Ja, we hebben natuurlijk ook gezien dat. Hè, Red Bull die bijvoorbeeld. al te zachtste band liggen. Dat was gewoon niet uh, relevant. Ja. ja. Je hebt van een mooie pingpong op achtergrond aanstaan bij jou, of niet? Oh. Rocco. <laughs> Ik ga kaart laten uitzetten. <laughs> Ik hoor in elke jouw pingpong Hij zit natuurlijk op TikTok of spelletjes, wat is het? Uh, oké. Okay. <laughs> <laughs> nou, dat zal me nu zeggen waar je wel op zit, uh, Rocco. Uh, <laughs> uh... Maar bij testen, Tom, we hebben natuurlijk al twee dingen. We zien van die hele mooie wasgrekken, die hele stellages die ophangen ja. aan een auto. Um, dat is één. En de tweede is, we zien die lelijke verf. Nou, leg even de leek uit waar het wasrek voor is en waar de verf ja. voor is. Nou ja, het is, het is eigenlijk, kijk, de auto's zijn nu allemaal door, ja, door, door wijze mannen en computerprogramma's zijn ze gemaakt. Hè. Dat moet een bepaald downforce level geven, moet een bepaalde uh, airflow. De, de, de stroming, de luchtstroming die, uh, die langs de auto gaat. En heb je allemaal pressure uh, drugsensoren, dat is dat rek. Het, uh, het wasrek. En er zitten allemaal puntjes op. En dat zijn druksensoren die precies meet op welke snelheden... welke flow de auto aanneemt. En ja, wat, wat dat dan doet met de aerodynamica van de auto. De verf, de, de, de flowfish, ja, dat is, dat is uh, een sortiment. Ja, Vroeger deden wij het ook altijd gewoon met vet. En dan had je net als je ketting vet, dat je een pompje had om je ketting mee te doen. Dat deed je dan aan de voorkant erop. En die gaat dan zoals een druppel langs je bodywerk. Dus dan zie je het ook exact op het bodywerk zelf. Nou, en daarmee zoeken ze natuurlijk de combinatie. En dan kijken ze of het klopt wat ze in de computerprogramma's allemaal gemaakt hebben. Van theorie en praktijk. Nou, vaak klopt het een 95%. Ja, en dan wil je natuurlijk zo dicht mogelijk bij zitten, dicht die 100%. Want de computerprogramma's van tegenwoordig en die ideeën die ze allemaal hebben, ja, daar is natuurlijk heel lang over nagedacht. Dus het is in principe altijd beter. Ik zeg ook in principe. En dat is een verschil tussen theorie zoals het verzonnen is, en dan willen ze het ook in praktijk, willen ze het zeker weten. En dan maar ga je Tom, met verschillende nou, voorvleugels, verschillende downforce levels rijden. Dan ga je gewoon kijken wat dat allemaal doet. Maar Tom, dan heb je dadelijk tien rondjes gereden en is het die verf overal op de auto. Ja, maar wij waar, waar zien dan nog? de plek waar de verf het meeste zit. Nou, nee, is nee, heel vooral... goed. Want je zit nee. Wel de... nee, maar alles, alles gaat naar achter, dus dat maakt niet uit. Het gaat om, om de, de, de lijn zoals die loopt op het bodywerk. Dat is waar de flowfish voor bedoeld is. En het, het rek is om te kijken wat het doet in verschillende condities. Want ik bedoel, als je, als je een bocht omgaat, uh, als je een medium speed, een high speed, een low speed, zijn natuurlijk allemaal verschillende dingen. Wat het doet bij het aanremmen. Hè? Dat de auto misschien net eventjes wat te veel duikt en de achterkant omhoog komt. Dan heb je toch een verandering van balans, maar dus ook in aerodynamica. Nou, en dat zijn al die dingen die ze doen. En natuurlijk niet te vergeten, nou, eens even kijken wat, uh, wat de vloer doet. Want dat is nu natuurlijk een van de belangrijkste dingen die er is. Ja, nou, we leggen het ook uit in een artikel op, uh, op Racing News. Hè, wat die flowvis is. Waar mensen die denken: waar heb je nou weer over? Verf op een auto. Nou, dat wordt allemaal uitgelegd. komt allemaal aan bod. Het is, maar... het, eigenlijk moet je het zien, Rut. Als je in de regen rijdt met je auto en je stopt, dan zie je ook die druppels, die, die, die lijn van die druppel. Dat is wat het is. Even simpel uitgelegd. Kijk, wij leggen het ook nog eventjes uit, ook aan een aantal uh, fotootjes. Misschien wel een klein videootje wat erbij zit voor de mensen die denken, waar hebben ze het nou maar over? Maar Tom, ja. we gaan ook voor het eerst ja. de eerst de echte auto's zien, want we hebben natuurlijk eh, presentaties ja. gehad, we hebben studiofoto's gehad, we hebben halve auto's gehad, weggephotoshopte onderdelen, ja. geen, geen sidepod-inlets. Uh, dus wat gaan we zien? Welke verrassingen? Want ze hebben maar drie ja, dagen, dus je kunt, niet, je kunt niet wachten, je moet... Nee, ik denk dat ze stapsgewijs gaan oppakken. Je wil ook niet de eerste dag alles laten zien, want je eerste dag is natuurlijk allemaal voor de system checks en te kijken of alles loopt, of de temperaturen allemaal oké okay zijn. Dat, dat is toch net eventjes anders. Ja, en daarna ga je toch verschillende ideeën die gewoon klaar liggen, ja, die ga je proberen. En dat, dat, dat doe je gedurende een dag, en het liefst met dezelfde condities, anders heb je niet hetzelfde vergelijk. En, en heb ik het eventjes over, uh, over de achtervleugels, heb ik het even over de voorvleugels, heb ik het eventjes over de vloeren. Ja, dat, daar is nu de tijd voor. Want ja, aan het begin van het seizoen wil je natuurlijk het beste bijstaan. Want ja, daar zijn de punten toch altijd wel het makkelijkste te verdienen. Voor de mensen die het niet voor elkaar hebben. Ja, ik ben wel benieuwd en ik hoop dat we weer iets zien. Net als een paar jaar geleden met Mercedes met DAS, hè, dat stuurtje wat ze trokken. Eh. Ja. Er is een uitvinding hebben van iedereen denkt van, wow, hoe werkt dat dan? En hoe heb je dit nou weer verzonnen? Dat ze uh, dan... Ja. Dat knap. vind ik zelf altijd uh, het gaafste, zeg maar, als je dat hebt. Ja, ze hebben. Kijk, dat was natuurlijk een, 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 een gaatje in het reglement. Dat is nu natuurlijk nu allemaal wel een beetje dichtgetimmerd door de VIA. Want ze willen eigenlijk niet voor verrassingen komen te staan. Maar dan zie je dus dat de teams slimmer zijn dan de organisatie zelf. En dat vind ja. ik altijd wel heel erg knap. Er zit altijd wel ergens een grey area. De, de dubbele uh, diffuser van de Brown. Moeten we natuurlijk ja. ook niet vergeten. Van. Uh, Jensen 2009, Rutte en ja. ja, dat in één ja. keer dat iedereen... Huh? Ja, dat een gaatje ja. het reglement. En dat was één team die het had. Ja, en die had dus ook gewoon de meeste doufers. Die wonnen in het begin alle races. Aan het einde waren ze helemaal niet zo snel. Maar ze werden wel kampioen. Ja, ja. en dan het team was dan gekocht voor één euro. Van ja. Honda. Uh, voor de Honda. Ja. Ja. ja, Honda had verkocht. Ja, en dat is nog mooier. Ze kochten het voor Honda. Ze lepelden de Mercedes motor erin. Maar weet je, dat is historie. We gaan het natuurlijk hebben over deze drie dagen. Ik zie gewoon heel voorzichtig de opbouw uh, in deze drie dagen. En dan nog, denk ik, dat er bepaalde onderdelen nog niet op de auto getoond gaan worden. Want dan hou je het toch weer eventjes, gewoon een, een goede week, hou je hem eventjes uh, even de kaarten tegen de borst aan. Ja, het zal weer uh, stap voor stap zijn. Je moet ook eerst zien of, uh, wat er werkt of wat er niet werkt. En, ja. uh, we krijgen ook wel eens de vraag van, ja, uh, Verstappen staat een uur in de pit, waarom rijdt hij dan niet? Hij moet toch zoveel rondjes rijden voor jullie? Ja, nou, kijk, je, je hebt natuurlijk ook de tijd nodig om je setup aan te passen. Je onderdelen. onderdelen Als je even, te even ja. een andere vloer erop. Even wat anders ja. te proberen. Even, gewoon even de data erbij pakken. Afstelling veranderen. Het is niet zo dat je acht uur lang ja. vol gas moet rijden. Anders zou je ook zes raceafstanden rijden op zo'n dag. Ook niet helemaal realistisch. maar nou ja, het uit... willen ze wel zoveel mogelijk rijden. Kijk, dat is het wel. Maar kijk, die wordt in de ochtend wordt besproken wat het programma is. Of de avond ervoor eigenlijk. Dan wordt het programma besproken met de coureurs, de engineers... En dan doen ze gewoon stap voor stap. Gaan ze dat afwerken. En het liefst komen ze tot die 100% dat ze gedaan hebben. Nou, je hebt altijd extra. Hè? Dus zeg even 120%. Um, maar het kan ook zomaar zijn dat door een probleem ze maar 80% van die dag uh, hebben kunnen testen. Ja, dan, dan ga je dus eerst de belangrijke dingen. De volgende dag ga je die weer pakken. En dan gaat die weer door. En je hebt nog eens te maken met twee verschillende rijders. Ook nog, hè? Ja, ja het is de vraag of ze alles wisselen of niet. Hè? Dat. Uh... Verstappen die trapte eigenlijk altijd af bij Red Bull. Hè? Die pakte altijd de eerste dag voor zijn rekening. Grote um, stappen snel thuis noemen we dat. Het ja. is ja, dus op dit moment. We nemen de podcast op maandag op. Is nog niet bekend of uh, Maxime weer af, uh, aftrapt of niet. Maar de afgelopen jaren is dat wel uh, iedere keer zo geweest. En wat je ook wel ziet, is die spanning bij die fans. En die testdagen doen toch veel meer dan ja, we eigenlijk denken voor die fans. Want er wordt heel erg gekeken in die tijdenlijst. Ja, Verstappen staat slechts uh, achtste. Hoezo, achter ja, van ja, de James, twaalf? En zie je wel, die nieuwe ja. Red Bull is helemaal niks. En dan um, is het aan ons ook weer de taak om te gaan analyseren. Dus hij, ja, maar hij reed alleen maar op de harde banden in de ochtend. Hij heeft, uh, ja, hij heeft dit gedaan en dat gedaan. Oh, er zat een haas bovenaan. Zou het haas een keer lukken? Nee, dat was gewoon uh, de snelste band die er was. Uh, Glory Run, om even de sponsors te pleasen. Er staat er een keer Kevin Magnussen of uh, ja. Hulkenberg bovenaan. En dat vind ik zelf het mooie van dat hele testen. Je ziet heel veel nieuwe dingen. Maar je ziet uiteindelijk zie je ook een bepaalde opbouw. En je ziet sommige teams zijn alleen maar bezig met korte runs. En alleen maar kort. En nog meer kort. En bij Red Bull, en vaak ook Mercedes, is dus juist eh, rijden, rijden, rijden. Data verzamelen. Long runs, medium band, harde band. Balans van de auto, gedurende de race. Niet, 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 niet die kwalificatie. Nee. En dan werd er vaak gezegd van Mercedes of Red Bull zijn aan het sandbaggen. En sandbaggen is eigenlijk een beetje de uitdrukking voor de concurrentie. rond in de ogen strooien. Ja. Ik ben het er lang niet altijd mee eens. Want wat je vaak zag van de drie topteams. was als Ferrari. Die kwam altijd de garagebox uit. Zo, huppakee. Hoi, hop. En we staan één. En ja, en de maar die moeten dan... altijd wel, hè? Dat is Italië. Daar staat zoveel druk op. Dat is, dat is toch een ander verhaal. Dan zie je dat, dat publiciteit, uh, uh, verwachtingspatroon, dat dat belangrijk is. Alleen daar schieten ze zichzelf altijd mee in de poten. Want als ze dan de eerste race niet bij staan, ja, dat is Dan worden ze weer is, afgemaakt. die Italiaanse kranten, dan worden ze helemaal. Ja, dan worden ze gewoon afgedraaid bij die gasten. Ja, ja maar dat, dat, dat is wel mooi, ook van de hele filosofie. En ja, je hoeft niet bovenaan te staan om hetzelfde te zijn. En dat is een beetje dubbelzinnig, maar ik bedoel. Red Bull, als ze het gewoon goed voor elkaar hebben. dan hebben ze die zachte band niet nodig. Zien ze het van in de kwalificatie. als je gewoon een seconde sneller bent dan de rest. dan maak je eigenlijk een druk om. Hè? Dan, dan komt het allemaal wel weer goed. Maar Tom, voor de fans die, die, die verwachten dat Max Verstappen daar. koers eh, gaat breken. en andere dingen tijdens de testdagen... Ja, dat, kan. Was... dat kan, dat kan. heb ja, ik bedoel, is, ik, ik vind dat zij best wel een, een serieuze stap hebben gemaakt. in, in design. Um, en dit is alleen maar wat wij kunnen zien, hè? dat is optisch. Hè? Want we zien. Wat, hoe ongeveer de auto eruit gaat zien. Maar als zij inderdaad naar het concept zijn gegaan... waar Mercedes is vanaf gestapt... Huh? Nou, Mercedes is toch al lang aan, aan, lang aan het klooien geweest. Ja, ik, ik, ik vind het toch wel heel moedig. Maar aan de andere kant... er moet iets in zitten waar zij zien... waar het voordeel uh, ja, gevonden moet worden door hun. Maar dat is alleen nog maar wat we visueel zien. We moeten niet vergeten dat onder het bodywork... natuurlijk nog veel meer is gebe gebeurd bij de auto's. En dat, dat is voor ons nog helemaal niet... Ja, uh, die, die informatie hebben we niet. We weten nog niet precies hoe dat allemaal is. Van net eventjes het de het is een ander plaatsje. We hebben het over koeling elementen. We hebben het over gewicht. Het gewicht, als je het gewicht lager doet, een minder rol. Iedereen heeft het wel over. En in theorie weten we het. Maar dan moet je het ook nog maar in praktijk durven en kunnen toepassen. Kijk even naar het verschil van de push road en de pull road. We weten dat uh, Red Bull met, uh, met de pull road aan de voorkant rijdt. Waarom kopieert niemand dat? Ik begrijp het niet. Ja, niet. het wordt wel als risico gezien natuurlijk. Hè? Want je moet hem wel nou eens goed werkend krijgen. Nee, het is een andere filosofie dan normaal. Ja, maar als zij het de... kunnen, dan, dan je, je weet waar is Red Bull sterk? Waar is Red Bull sterk? Het is heel simpel, in de longruns runs. Ja? En dat is ja. wat er visueel duidelijk mechanisch anders is. Dan heb je er dus gewoon geen verstand van, want je durft het niet. Dus je bent alles het kopiëren, maar niet dat. Nou, ik begrijp daar niks van. Nou, kijk, Beetje ik denk dat, ik denk dat uh, uh, als je kijkt naar Mercedes, die waren op zich niet slecht natuurlijk in de long nee. meestal. Alleen, die kwamen Klopt. gewoon heel veel snelheid tekort. En ja, als, als ik nou uh, mijn geld in zou moeten zetten op wie dan de grootste concurrent moet worden van Red Bull, dan moet het gewoon Mercedes zijn. Ja. Die hebben zoveel veranderd en die, 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 die kunnen toch niet in één keer vergeten zijn hoe ze moeten winnen. Die hebben een foute keuze gemaakt... En toen ze in 2021 de auto ontwierpen voor 2022. Te lang doorgegaan met het hele concept. Maar dat zou toch gewoon eigenlijk het team moeten zijn. Ja, dat eigenlijk... is er? Ik maak even een fotootje. Ja, van. ik doe een duimpje even omhoog. Dat vind ik dat leuk. Oh, oh, dat was het. Oh, sorry, dat zag je niet. Rob campus. Je zegt... Uh, ben je niet aan het skiën? Ben je een ochtendje aan het overslaan? En ik Nee, <lacht> Mattie. <lacht> ik ben aan het werk. <laughs> zo, zo is dat. Nee, maar die, uh, nee, ik, ik ben gewoon heel erg benieuwd naar de Mercedes. en. Als ik één team voorzie waarvan ik denk van op voorhand, dan zonder dat het een meter gereden is, wat het alles in huis heeft. Ik denk dat ze best rijders duwen hebben met Hamilton en met Russell. Ze kunnen allebei echt races winnen. Bij Red Bull is het puur Max en Perez fietst er een beetje bij. Bij Ferrari is het heel veel ups en downs. Hè. Zowel met Leclerc ja, maar als PRS. Bij, bij Ferrari verwacht ik nu ook wel wat, Ruud. Daar hebben ze toch wel heel veel veranderd aan de auto. Dus je stap vooruit. Die, die zouden ze moeten kunnen maken. We hebben gezien dat ze vorig jaar snel waren in de kwalificaties. Nou, dat, dat geeft het potentie aan van een auto. Als dus snelheid in de auto zit, vind ik toch ook wel heel belangrijk. Hij kan beter te snel zijn dan te langzaam. Ja, maar dan zou je toch ergens nog eens een keer wat moeten vinden om die auto constant te krijgen. Want de coureurs hebben het echt moeilijk bij Ferrari. Ik zie ze stoeien met de auto. Dat ligt niet aan de rijders. Dat is echt gewoon de auto die gewoon niet constant genoeg is. Na vier, vijf dan zup. Dan heeft hij gewoon een mega, mega downhill ja, tijdverlies ten opzichte van, van de Red Bull en de Mercedes. En dat, ja, dat, dat doet gewoon pijn als coureur zijn. Ja, het is lastig rijden als je bandjes als sneeuw van de zon eh, verdwijnen. Oh, ze is buiten. Sorry, er is buiten wat er <laughs> noemt. Ja, nou dat is... dat, even dat deze, dit raam dicht doen? Dat zijn de vakantiegluiden van, uh, van de familie Coronel <laughs> ja, Nee, dat komt hier in de bulldozer voor mij. Dus, uh, Sorry. Ja. Nou, zolang, zolang je het, uh, het hotel weer laat staan, top vind ik het best. <laughs> van, 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 van welk team verwacht jij het meeste tijdens, tijdens de Testdagen? Waar verwacht jij van dat, dat zijn nou de teams die gaan, gaan opvallen, die gaan knallen, die, uh, die indruk maken? Ja, ik, maar dat is meer. Weet je, kijk, Van Mercedes weet ik dat het Zeus wel gaat lukken om dichterbij te komen. Maar dan hoop ik ook dat Ferrari er ook bij komt dat ze dezelfde stappen maken. Het was, het was vorig jaar toch gewoon iedere keer als je Max een klein beetje, beetje, beetje zat te duwen, dan, dan kwam er weer een bepaald vuur uit de jongen dat hij toch weer de snelheid vond. Uh, haal gewoon eventjes de resultaten erbij. Als je Max gewoon vorig jaar gewoon 20 seconden iedere race hebt gegeven, is die jongen nog wereldkampioen. Um, niet eerlijk, oké. Okay, maar ik bedoel, dat is dus wel het verschil. Wat je in een race moet hebben. Nou, ga even het gemiddeld uit van uh, 60 rondjes. Nou, dan zie je gewoon dat je gemiddeld gewoon een goede drie tiende tekort komt. Want dat is eigenlijk wat het is. En die moet je wel weten te vinden. En dat vind ik veel. Voor een, uh, een, uh, een raceafstand van een uh, uh, van een Ferrari of, of Mercedes. Zou je dat wel moeten kunnen gaan verwachten. Nou, en ik hoop gewoon dat gewoon die strijd tussen die teams, en weet je, laat me leggen dan af en toe gewoon ook gewoon eventjes lekker als. als, 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 als uh, uh, gek team gewoon in één keer er zo tussen staan. Weet je? Daar zien we af en toe ook dat ze in één keer... Hop, even wat puntjes wegpakken en zo. Even, even wat die mooie plaagstootjes. Ik, 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 ik wil dat heel graag zien. Want dat maakt het wel net even wat interessanter. Ik, ik merk natuurlijk met mensen om me heen... die allemaal zeggen... ja, maar het Formule 1 is saai. Ik zeg saai? <laughs> het is helemaal niet saai. Maar dat komt natuurlijk omdat Max iedere keer wint. Zij kijken alleen naar de winnaar... en niet naar de strijd die hij moet leveren om te winnen. En daar zit wel het verschil in. En dan zeg ik ook zo: ja, hoe zou de Red Bull is de beste auto? Nou, als Red Bull de beste auto was, dan had PS toch ook zo vaak makkelijk uh, voor haar gereden. Nou, hoe vaak had hij dan die problemen gehad? Maar die heeft de betere auto in de long run. Oké, okay, dat klopt. Dus die auto is helemaal niet zo makkelijk. Dus daar kan ook nog wel wat verbeterd worden. En ja, ik, ik hoop dat Mercedes en Ferrari gewoon eventjes wat meer uh, uh, tegen de schenen begint te schoppen van, van een Red Bull. Nee, dat heb ik hebben nodig. Ik hoop dat ze gewoon iedere ieder weekend erbij staan. Nu nou heb je af en toe van die kleine spelderprikjes gehad... dat er iemand voor stond. Je hebt een aantal keer Ferrari gehad. Je hebt uh, een aantal keer McLaren. McLaren gehad. Alleen dat was nooit genoeg. En dat was ook niet constant genoeg. Maar Tom, uh, als we het dan hebben over uh, strijd... dan hebben we het natuurlijk dit jaar hebben we helemaal geen silly season gehad... Tot en voor 2024, nee. alles is hetzelfde. Alles is hetzelfde. Ja, volger, is volgend, jaar, volgend jaar kan er wel heel veel veranderen natuurlijk. We weten al dat het Hamilton eh, naar ja. Ferrari gaat. We weten dat het contract van Perez afloopt. Um, dus er, er lopen volgens mij twaalf contracten af of zo in de Formule 1. Kom maar lekker eens kom maar. Ja. Ja. Maar op het moment dat Red Bull het zwaar krijgt, dan krijgt Perez het toch nog zwaarder? Of zeg ik maar nou iets heel raars? Als er meer concurrentie uh, is, ja. zowel in de Guardia als in de race, dan... Staat Max eerst en hij zesde, zevende? Ja. 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 ja het, het, ik vond zelf dat hij. op het moment dat het moest gebeuren, er net niet was. En dat maakt wel het verschil tussen een toprijder. en ja, ja, gewoon een goede rijder. Want in Pires is natuurlijk geen pannenkoek. Weet je, die, die is best oké. Okay. Maar. het verschil met Max, dat is wel heel groot. En dat doet ook gewoon een beetje pijn. En dat weet ik zeker dat hij s'nachts gewoon wel zwakker is geworden, die denkt, hoe, hoe doet die Verstappen het? Nou, het mooie is dat hij in de data kan kijken, want al die anderen kunnen dat niet. Dus die kan daaraan werken, daar waar dat zit. Maar als je het niet weet te vinden, ja, dan kan je het ook gewoon niet vinden. Weet je, het zit erin ik, of het zit er niet in. Ik wou net ja. zeggen, ik, ik kan de hele dag naar jouw race data kijken, Tom, en ik kom niet in de buurt, dus... Uh... Nee, nee maar, maar dat is dus ook zijn probleem. Hij, ja. hij, hij komt er gewoon niet uit. En dat is iets wat Jos natuurlijk gekweekt heeft in twintig jaar tijd. Gewoon vanaf helemaal jonky. Gewoon in dat kartje non-stop. Dat hele fijne gevoel. Net eventjes wat, 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 wat verbeteren. En het, het gaat om die duizenden verschillen. Want de duizenden hier, duizenden daar en duizenden daar. Die moet je bij elkaar optellen. Dat maakt het verschil. Het is niet op één punt. Dat is niet zo. Dus um, ja, ik, ik verwacht niet dat Impress dat weet te vinden. Weet je, net dat, als dat, 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 dat van Bottas, 2.0, 3.0, allemaal. Ja. Je hebt wie, het of wie, je hebt wie, het niet. Wie moet er dan in 2025 naast Max rijden? Ja, dat heb ik al een aantal keer aangegeven. Dus ik, ik zou voor een Albon kiezen. Ik ben gecharmeerd van die jongen. Het is toch de rijder geweest die nu de ervaring heeft, die de rust heeft in zijn hoofd. Ja, dat is voor mij iets wat, wat, ja, wat ik zou willen als teambaas. Als ik Helmut ja. Marko was geweest, had ik Albon erin gezet. Uh, Sainz uh, gaat dan naar Sauber, hè, wat Audi gaat worden. Dan kan hij van zijn jaartje weer naar zijn engineers. en weet je, een, een beetje alles voorbereiden voor het moment dat het moet gebeuren. Uh, ja. ja, vriend Sainz Die gaat het niet gebeuren. Die, die heeft dan een carrière van net niet in alles. Hè. Bedoel, overal is het dan net. niet. Wat zeg je net niet? Hij heeft bij Red Bull gereden. Hij nou, heeft bij nou Ferrari ja. gereden. Hamilton gaat er pas naartoe. Ja Nicola, dus serious, ja, Nicola Larini heeft ook bij Ferrari gereden. Hè? Ja, dat klopt. Ja, Genné <laughs> ja, ook. Ja, ja. nee, uh, 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 Luca Badoer ook. Nee, maar jongens, het gaat ook eventjes ja, maar, voor jezelf. Ja, maar, ja, maar je tom, moet weten maar, waar je ik, staat als coureur. Klopt, maar het is bij Sainz toch... Je had bij Sainz toch gewoon meer verwacht... van Sainz tot op heden in zijn carrière. Ja, Tegelijk begon hey, met Max Eids. De eerste race een beetje de overhand. maar toen kwam Max natuurlijk met... Uh, XL 3 drie races, Formule 3 ervaring in de Formule 1. En daarna ja. is het elke keer net niet en ook met Leclerc is het net niet en het is pijnlijk dat hij dan kijk ja, als je naar, naar, naar Sauber slash uh, Audi gaat maar hoezo zou hoe, 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 hoe mag het leven? net niet Vol, wie, wie heeft er vorig jaar bij Ferrari race gewonnen? nee hij heeft Vingers. wie was dat kunnen we ik, Singapore we vergeten ik, race... ik heb Leclerc een nou, race winnen ik heb Leclerc geen race winnen ja wat nou, is Leclerc's. er dat is toch zo <laughs> Hij heeft één race gewonnen, Tom. En ik weet dat je voorzitter ja, van zijn Fenkelen bent. En dat was vorig oh. jaar. Was het, vorig jaar was het close met elkaar. Even Leclerc natuurlijk wel weer een hoop pech gehad. Uh, maar gewoon over de hele linie is het gewoon ja, net niet. En als je dan eindigt bij, bij Audi. Tenzij Audi een dijk van een project neerzet. Maar goed, dat heeft een aantal jaren überhaupt nodig. Wil dat iets worden? Want ja, de stap maken van eh, het zauberteampje naar een topteam. Nou, we zien dan uh, Aston Martin hoe moeilijk het is. Ja. Maar Tom, ja, dat kost We gaan, even, kost even, we gaan, we gaan even door. Even, even een paar ja. stellingjes. Ja. Stelling 1. Papa Strol moet afscheid nemen van zo'n lens. Wil er ooit een topteam neer gaan zetten? Ja, ja want lens is, is oké. Okay, maar als je wil groeien als team, zijn, dan heb je gewoon twee toppers nodig. Dat, dat is gewoon een feit. Maar ja, aan de andere kant, ik begrijp hem ook wel. Als ik Lens uh, Strol was geweest, had ik het ook zo gedaan. Weet je, money on the end. Hè? En ik ga lekker met mijn zoon over de hele wereld... ga ik uh, vet Formule 1 rijden. Dus ik, ergens begrijp ik het wel. Maar we zagen natuurlijk vorig jaar bijna breken. Dat, uh, dat was natuurlijk ook de case dat hij met zijn... Uh, maar dat, dat met heb zichzelf, je al de laatste jaren gedaan. Ja, kijk, je moet gewoon team verkopen. Dat is, dat is het enige wat gaat helpen. Ik bedoel, Lens gaat niet daar blijven... En ze zoon eruit zetten. Dat, dat ga je niet doen. Dat, ik bedoel, dat, dat emotioneel, dat, dat bestaat niet. Dan moet je gewoon het hele team verkopen. En zeg tegen je zoon, nou weet je wat, je mag nog één jaar blijven... ...waar ik heb het team verkocht. En dan ga je met z'n tweeën ga je, ja, wat anders verzinnen. Want op een gegeven moment ja, is het al klaar. Maar, ja, dus ja, maar als je ze waarom zou je het niet ja. doen? Ja, maar je wilt je wil toch winnen? Je hebt toch die ambitie? Je hebt toch ook een uh, soort van... Nee, maar wat wil je winnen? Je, wat, ik, ik ga het lekker samen met mijn zoon over de hele wereld gaan reizen. Dat is ja, wat Alonso zo hebt... winnen. Tommy, je hebt duizend man. Die werken in die, in die fabriek. Die werken aan die auto's. Ja. Je, spe... je slaat er, weet ik wat voor geld, stuk op van nee, jou, van op... je sponsoren, van anderen. Daar, daar heb ik Alonso toch... voor binnengehaald. Ja, nou. Stelling twee ja. dan. Al Alonso moet naar Mercedes. Als hij dat flikt, dat zou ik echt heel vet winnen. Zou ik echt vet vinden. Ik denk dat Antonelli wordt. Uh, ik bedoel, afgelopen weekend uh, uh, was natuurlijk uh, de karting, en heeft Antonelli ook zijn eigen team. Uh, Antonelli's vader ken ik van vroeger. Uh, daar heb ik natuurlijk heel veel mee gereden. Dus ja, het is, het is een hele kleine wereld. Super lachen. Ja, ik, ik zou als Mercedes was gewoon je nieuwe protege erin zetten. Die jongen die uh, heeft ja, jij de denkt, is ook alles gewonnen Je denkt uh, dat hij? Je, je, je denkt dat hij? Ja, ja, maar ze denken of is dat een beetje dat. Koffie, ja, Als je goed bent in de ene auto, ben je ook goed in de andere auto. Maar je moet hem wel de tijd geven. Nou, hoe, hoe, hoe kan je hem de tijd geven? Door hem vliegenuren te laten maken. Dus zet hem gewoon in die auto. Als je hem de vliegenuren niet geeft, gaat het nooit wat worden. Nee, klopt. Alleen, Tom, nou. is, dat, is dat jouw hoop? Of is dat dat je denkt: van nou, die koffie die smaakt te goed? Ik denk dat die nee. kans echt heel groot is. Ik denk dat die kans heel groot is. Veel groter is dan wij denken. Want als je zoveel tijd en aandacht in iemand wil steken en hem in de toekomst dat ook wil geven... dan moet je hem de vlieger geven. Dus heel simpel, heb je geen keus. Moet je hem erin zetten. Ja, dat uh, ben ik met je eens. Alleen het, ja, het was niet des, des Mercedes. Hè? Het is altijd, altijd dat een beetje schrijf. Dat klopt. Maar mag het ook eigenlijk een keer anders? Ja, van mij graag. Weet je, ik heb liever ja. dat, dat je... Want hij is uit een ander hout gesneden... dan de gemiddelde coureur. En ook de bovengemiddelde coureur. Hij heeft iets magisch waarvan mensen zeggen... oké. Okay, dit kan misschien wel eens een nieuwe Verstappen zijn. En nee, dat jongens, een kappen nou. Wat is dit? Dit is nou dit is de Italiaanse pers zeker die het probeert te hypen. is bullshit. Er is geen andere Verstappen. Onthoud het, die bestaat niet. Echt niet. Het is heel simpel. heeft hij in de lagere klassen ook niet laten zien. Hij is goed. Zeer goed. Maar is hij speciaal? Nee. Verstappen is wel speciaal. Verstappen, Schumacher, Senna, die zijn speciaal. Noem er nog meer speciale rijders op die jij hebt gezien in jouw tijdperk. Uh, hmm. nee, Geen Antonelli, bij... hoor. Anders had je hem al genoemd. Nee, je, nou ja, kijk, je had ooit bij Leclerc in de Formule 2 en, en alles, had je het idee dat hij heel speciaal was. Alleen, daar zit je ook dan vooral mee dat er redelijk wat verschillende auto's zitten. Ze zijn allemaal hetzelfde, maar toch allemaal anders. Tom, je weet hoe het werkt. Ja, oké, okay. dat, dat, dat eens. eens, eens. En toen, maar... toen had ik bij, bij Leclerc ik zoiets van, oké, okay, nou, dit gaat voor Verstappen ja. de grote uitdager zijn. Meer dan een Norris, meer dan een Sainz, meer dan een Russell. Hij ja, had maar iets... die kennen elkaar van vroeger uit de karting. Ze hebben hij. Wel. Maar, zijn, zijn de, zijn de, van je, iemand, groeit, ge, iemand moet doorgroeien. Ja? En ik zie Leclerc gewoon nog steeds hele snelle rondetijden rijden, maar ik zie hem ook nog steeds fouten maken. Noem maar eens, wat heeft Max fout gedaan? laatste twee jaar. Mm, niks. Nee. Nee, maar, dit is, nee, maar dit is dus waar het om gaat. He? Ze zijn allemaal goed, maar je hoeft maar een duizendste beter te zijn dan iemand anders. En dat is wat iemand speciaal maakt. Dus dat allerlaatste kleine stukje. En nee. weet je, dat, maar, dat moet ik dan ja. nog maar zien bij een Antonelli. Dat, uh, maar er is hond, maar één maar... manier om erachter te komen. Rijden. Hij, hij gaat de 2 rijden. Ja. En dan moet, je het, dan moet je vanaf meter van staan. Hij heeft een hele mooie ja. weg naartoe gehad. Wel snel, maar wel met de hele goede de begeleiding. Hè? Want hij is nooit als lot overgelaten. Hij heeft altijd de beste mensen omheen gehad. Dus nou naar de 2 is een stap. Maar als, als hij dat daar meteen laat zien... want het is niet makkelijk, Formule 2, tegenwoordig. Als je daar kan laten zien... ja, weet je, zet hem lekker in die Mercedes. Maar worstelt hij Die Mercedes gaat echt wel races winnen, hoor, dit jaar. Ja, ja. ja, maar hij moet het beter doen dan, 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 dan een Mick Schumacher natuurlijk deed. Want Mick Schumacher had overal twee jaar van nodig. Een beetje een Nick de Vries effect van dat extra jaartje nodig hebben. Dan weet je al, van, dat wordt er dan in de Mazzle Formule 1... hebben met je concurrentie. Mazel hebben het juiste moment de goede auto, het juiste team. Er zijn nu weer nieuwe auto's in de Formule 2. Ik denk dat het begin best wel een beetje een hussel zal zijn. Hij zit er heus wel bij. Maar het is geen verstap. Over, over nieuwe auto's. Die achtervleugel van die Formule 2. Dat is lelijk. Oh ja, man. Ja, ja. Ja, maar dat had ik vorig jaar of twee jaar geleden met de Formule 1 ook. Dus het is, het is gewoon even wennen weer. Het, het is wel even wennen, maar te net bij jou reed zo'n zo'n bulldozer die de sneeuw verplaatst erbij. Maar het is net ja, alsof ze ja. die, die schep gewoon achterop hebben gezet. Zeg maar. Ja, het is oh. echt zo'n hele rare ronding die, die je ziet zitten. Ja, het is een beetje futuristisch design, dat klopt. Ja, maar is iedereen het hetzelfde? Ja, nee, dat klopt. Alleen ik had de vraag wel van waarom. Want het race in de Formule 2, het was toch om hun vingers af te likken. Er was toch niks mis met de auto's en de hele Formule. Nee, oké, okay. maar weet je, dat, dat gaat echt wel weer gebeuren. Want deze jongens zijn allemaal zo hot en zo wild. Dus de races bij de Formule 2 zijn eigenlijk misschien wel minstens net zo spannend als de Formule 1. Eh, misschien wel spannender. Altijd verschillende winnaars. Als je ziet wat er gebeurt tijdens de races, helemaal de boel. Klopt. Ja, uh, Tom. Uh, ja, de meeste. Ik wil de piste op, maat. Ja, de de ja de gewoon de laatste. Maar dat is voor de mensen oh. die gewoon de meest... Je kunt er bijna al invullen. Wat verwacht Tom Cornel daarvan van Max Verstappen? En wat mogen die fans daarvan van Max Verstappen verwachten? Je had het net al even een baanrecordje. Okay. Je zei: ja, nah, ik kan best. Rijdt je iedereen weer op een hoop, Tom? Is het... je het nou de ja, meeste hij verspreken. is de beste. Dus dat is, dat is, dat is iets. Maar wat, wat mij alles zegt, is eigenlijk het moment dat Max de eerste keer met de auto de baan op rijdt. In een, in een conditie dat je denkt van oké, okay, dit is het. En heeft hij die, 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 die er in zijn oogjes? Die, die vonkjes dat je echt denkt, wauw, weet je dit? Dat happy, dat happy chappy. En heeft hij dat? Nou, dan weet je gewoon dat hij blij is met de auto. En dat is denk ik stap 1. Ja? Um, want de rest komt wel goed bij hem. Met alle ervaring en de stijl dat hij race. Hij trekt die auto wel weer in een bepaalde setup. Waardoor hij net eventjes die laatste tiende er wel uit weet te persen. Dus daar ben, ik, daar, daar ben ik niet bang voor. Je moet het materiaal hebben. Je moet de weapons hebben. Om het uh, te kunnen aanvechten met misschien een Mercedes. Die in één keer gewoon een hele, hele goede auto heeft staan. Die heeft veel veranderd. Een Ferrari heeft veel veranderd. Dus ja, die, die, die kunnen echt wel eens gewoon heel, heel snel erbij zitten. Want het verschil is natuurlijk maar drie tiende. Ik weet dat het een grote stap is. Maar laat het maar gebeuren. Dus voor mij de beste coureur 100% verstappen. Geen, geen twijfel over mag. Komt momenteel niemand in de buurt. Maar ja, dan moet je ook de spullen hebben. Ja, dus jij zegt, je wil die twinkelingen de oogjes zien. Die in de oogjes daar moet je naar kijken. Ja, mind my words. Ja. Klein lachje, weet je wel. Een beetje onderdrukken, dat lachje. Dat, dat, <laughs> dat moet je zien. En gaan we nog iets bijzonders zien, Tom, tijdens die testdagen? Gaan we iets zien waarvan we volgende week. Hè, als zo... Ja, we gaan altijd rare dingen zien. Weet je, teams die in één keer bovenaan staan. die de Moment of Fame even willen pakken. Um, dat zien we wel. Maar echt, echt hele speciale dingen. Ja, weet je, waarin ik, ik heb er natuurlijk zelf gereden. twee jaar geleden. Toen had ik wel zoiets van. Ja, het is, het is wel een circuitje. waar je het verschil heel snel kan laten zien. Ja, een paar van die hele rare high-speed bochtjes die erin zitten. die ook gewoon zo afvlakken. Hele kleine hobbeltjes die erin zitten. net bij het aanremmen. in het laatste gedeelte. Ja, die, die rare herpin dat je, dat je zo inremt. Dat je altijd links voor dat, uh, dat wieltje ziet, uh, ziet blokkeren. Ja, daar kan je wel aan zien of de auto moeilijk is. Of dat hij wil meewerken om die rondetijd eruit te persen. Dus uh, ja, ik, ik ga het volgen. Ik, ik weet zeker dat uh, deze jongen de hele dag in uh, de skilift uh, aanstaat. Ja, 100%. Ik ben benieuwd. Nou, dan om uh, ja. af te sluiten, Tom. De positieve ja. verrassing van de wintertest wordt. Mag je het team noemen? Drie. Twee, zwei, één. 1 Ja, Verrade. Ja, ik. Ja, ik, ik, ik voel dat daar. Ik, 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 uh, weet je, helemaal richting zo'n Hamilton, richting volgend jaar. Ja. Ik uh, ga voor Red Bull. Ik vrees dat ze echt zoiets hebben van. Oké, okay, iedereen kijkt nou naar ons en denkt: hoe kan het? Ja, maar dat is het. Zij dat gaan vre wel. Ik, ik, vre ja, he. ik vrees dat die angst een beetje werkelijkheid wordt en dat. Uh, ja dat die twee bezoekers hè, onder de motor eh, onder de motorkap zoals ze ze zo mooi noemen ook echt bezoekers zijn weet je dat het ja, ik hoop van niet die bodywerk de achterkant is, is best wel een beetje een beetje apart ja maar het gaat om de vloeren ja ook maar we noemen we noemen dat de bezoekers dus eh, oh lekker goede naam de bezoekers naam. van verstappen nou kan met dat ding en, en het minste ik, ik, ik verwacht ja, er nog ik, niks maar ik, ik van zeg haas. gewoon haas nee, ik man, verwacht man. niks van haas ja nou ja hier daar zijn we het helemaal over eens dan weet je ik het lullig is Tom, ze verwachten zelf ook niks. Tijdens de, nee. presentatie, tijdens de presentatie was het al zo van, ja, ja, de eerste races kunnen wel eens lastig zijn. Dan denk je, jongen, jongen, als je zo al ja, Dan creëer niet... dan een hype. Ook al is hij er niet, maar creëer hem dan. Maar als je er zelf al niet gelooft, dan gaat het nooit wat worden. Nee, met die wijze woorden, Tom, gaan we afsluiten. Want ik zie, jij Check. zit gewoon wat te wip op je stoel. En Rocco, die staat ja, ik al krijg op, alleen maar appjes binnen. Gaan we, gaan, we nou. gaan we nog skiën? Gaan we nog skiën? Waar moet ik de skis halen? Waar, uh, uh, Nou ja, ga zo maar door. Tom, ga genieten van, ja. jou, uh, van jouw skivakantie. Uh, jullie bedankt. volgende jullie allemaal op Viaplay, hè? Ja, op Play.nl uh, en Racingnews365.nl natuurlijk, Tom. Uiteraard, uiteraard. We zijn er uh, volgende week maandag of dinsdag zijn we weer met de echte, echte podcast. Inclusief Joris. En dan gaan we helemaal uh, terugblikken op alles zeg maar, wat er gebeurd is. En ik denk, Tom, dat wij gewoon aan een uur niet genoeg hebben. Dan ik is de bier vanaf Echt. start. Wij gaan door totdat we alles behandeld hebben. Deel? Helemaal goed. Nou, Tom. Tjus. Doei doei. doei. En veel plezier. Doei doei. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Unibed.